Zoals in 1988, toen het hele land op zijn kop stond. En we zullen het nooit, nooit vergeten. Want ook in de periode voor 1988 zat het Nederlands elftal in een diepe crisis. Op 12 oktober 1983 leek de bodem van de put bereikt. Nederland speelde in Dublin een kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap tegen de Ieren. In de rust stond Nederland kansloos achter. 2-0. Coach was Rijvers, die jonkies als Van Basten, Gullit en Ronald Koeman liet debuteren. Maar ook in het veld de routiniers Willy van der Kerkhof en keeper Piet Schrijvers. De laatste nam in de rust het woord. En zijn speech werd misschien wel het keerpunt voor het hele Nederlandse voetbal. Meneer Rijvers, laten we in gedachten teruggaan 1983. U was bondscoach. U riep vrij veel jonge spelers op in die tijd, hè? Op dat moment een beetje te veel. Te veel? Ja, omdat ze dan ook nog qua speltype veel op elkaar leken. De dominante groep van de jongeren, daar zat alleen Van Basten en Vandenberg bij als aanvallers. En de rest was allemaal middenveld of verdediging. Waarom deed u dat eigenlijk toen, zoveel jonge jongens erin brengen? Ik denk dat ik ook in de problemen heb gezeten van sommige jongens die geblesseerd waren of zo. Toch was er op een gegeven moment, dacht u van, ik haal Piet Schrijvers er weer bij. Daar komt en Schrijvers schitterend op die kopbal van Stevens. Fantastisch, de 36-jarige doelman van Pek Zwolle. Schrijvers hebben opgebeld en hij zegt tegen mij, Piet, ik selecteer je weer. Ik zei, selecteer je weer gestopt. En hij zegt, jij bent niks gestopt. Jij gaat gewoon in het Nederlands elftal in. Hij zei, ik heb je gewoon nodig. Ik zei, ja, trainer, ik zeg maar. Dat kan niet. Hij zei, dat kan wel. Hij zei, je speelt dan nog, klaar. En waar, dus had ik... waar had hij dan precies Piet Schrijvers voor nodig? Nou, ik denk voor mijn voor geld weg. Daar staat ook, ja, natuurlijk Van der Kerkhof, Willy van der Kerkhof vrij. En die scoort, Willy van der Kerkhof, 5-1 voor Nederland. 1983. Nog eens een jong. En nog steeds international toen. En nog steeds international, ja. Memorabel jaar. Ja? Ja. Was u toen altijd nog zeker eigenlijk van een plek in Nederland zelf dan? Nee, want ik had eigenlijk al aangegeven dat ik wilde stoppen. Maar Rijvers werd toen bondscoach. En die belde mij op en zei, kunnen we toch praten? Ik heb jou toch graag erbij nog. Een hele belangrijke wedstrijd, Ierland-Nederland. Uit in Dublin. Ja, fantastisch. Right, Grealish. Siloy voor Stapleton. What a kans! En het is een doelpunt. Het is 1-0 voor de Ieren. Na 7 minuten spelen. Stapleton helemaal vrijgelaten. Kan zo een penalty, ja, dat kan niet missen natuurlijk. 2-0. Wat is er gebeurd in de rust? Piet Schrijvers en ik liepen van het veld naar de kleedkamer toe. En ik zeg tegen Piet, zeg Piet, dat kan niet, hè. Ik zeg, of ik stop ermee. Ik zeg, of we moeten er de vuur in gooien. Wat godverdomme, ze die gaan er het vuur in gooien. Wat denken we nou als die jonge gasten allemaal? We komen in de kleedkamer. En dan zit je eens even te overdenken. En dan krijg je in één keer een bevlieging. Dus zonder kop. Ik zeg, godverdomme, ik zeg, wat was jij bij die goal? Ik zeg, want jij staat wel te wijzen in het veld daar van... Het is zijn fout. Nee, jouw fout. En als je godverdomme nou niet meer doet, dan zeg je een paar schoppen voor je kont geven. Ik zeg het wel gaan doen. Ik zeg, want het is wel zo, we moeten het hier doen. En we kunnen het hier ook doen. Maar Piet, het is zijn man. Hij moet die man toch pakken. Daar kan ik toch niks aan doen. Je moet er op een gegeven moment, het is dan teamsport. En Piet Solam, jongens, godverdomme, kom op. 2-0 achter, we willen toch naar de Europese kampioenschappen. Ja, echt zo. Ja, echt van jongens, erop. Ik zeg, en het ondersysteem moet boven. Ik zeg, en dan zal er alles moeten slopen. Maakt niet uit. Toen Piet zo tekeer ging, hè, hebt u zich ermee bemoeid eigenlijk? Met Piet? Ja, met dat hele gebeuren in de kleedkamer. Nee, daar niet mee. Ik was met... Terwijl Piet heeft staan flink tekeer ging, was ik met Willy van de Kerk op bezig. Ik was met een verandering bezig. Daar heb ik maar half meegekregen en het stoorde me ook helemaal niks niet. En ik stel me zo voor dat Gullit misschien ook wel zei van... Ja, Piet, Piet, doe even rustig of zo, hè? Ja, maar toen zei ik ook, zei wat rustig. Ik zie, je bent nog eens een hotneus. Ik zeg, je kan heel lang komen. Ik zie mezelf nog wel hier eens moeten laten zien. Ik zeg, wat nu gaat het al.
En toen zag je ook alweer dat iedereen, na die donderspeech van Piet eigenlijk, iedereen eigenlijk opgelucht was van, ja godverdomme, we kunnen veel beter en moeten het laten zien. Kees Rijpers heeft besloten in de pauze de tactiek aan te gaan passen. Het is moedig om het te doen, maar het betekent vrijwel zelfmoord. Tweede helft begin. Nee, nou, doe me een beetje lachen, Piet, hoor. Morren, kans voor Gullit. Redding van McDonough, een nieuwe kans voor Gullit. Goal. Van Basten is daar. Schitterende kopstoot tegen de 2-2. Wat een goal, zeg. Oh, fantastisch. Van Basten, goed. De kans voor Gullit op 3-2. Het is 3-2. Ruud Gullit, wat een vreugde. Hier zit hij toch op zijn kop staan. Van Basten. En wat een schitterende goal was dit. Nou, is dit, hè, is uiteindelijk wel is een beroemde wedstrijd geworden, omdat deze generatie later Europees kampioen werd. Ja. En dat is eigenlijk een beetje begonnen bij deze wedstrijd hier. Ja, nee, goed, luister. Dankzij u, meneer Schrijvers, in de rust. Alleen in de rust. Nou ja, dat was wel die donderspeech die het verschil maakte. Ja, wel goed, maar je had wel een coach die dus wel precies wist van, die moet ik pakken. U moet me al die superlatieven maar niet kwalijk nemen, terwijl Van Basten hier Gullit in een positie brengt waaruit hij niet kan missen. Onvoorstelbaar. Ik zit nu wel eens naar het Nederlands elftal te kijken, dat ik ook naar die eerste helft denk, jongens, waar de armoe. Ziet u nou nog gebeuren dat Jasper Cillessen in een rust in één keer het woord neemt en zegt, verdomme, kom op man. Ja, nee, dat zie ik zo, nee, ik zie er niet iemand opstaan op de Robben, denk ik, misschien die dat wel zou doen nog, maar er zijn eigenlijk geen spelers meer die dominantie hebben om in de rust eigenlijk op te staan. Niet gaan te zitten en luisteren wat de trainer zegt nemen om zelf het voortouw te nemen. Weet je wat ik denk? Je moet nog één keer een rentree maken. Kom nou. En nog één keer die gasten uitkafferen. Ja, ja, en je Memphis, jij moet nu ook verdomme gaan. Ja. Nog één keer. Ja, dat bekijk ik. Weet je wat ze zeggen? Ga jij lekker naar huis toe.